Popmonument is een uniek Brabants indie-popfestival dat gehouden wordt in de historische binnenstad van Bergen-op-Zoom. Een avond met ruim 30 muzikale acts in monumentale gebouwen en karakteristieke kroegjes. In 2015 ontving Popmonument de Brabantse Erfgoedprijs, omdat de jury waardeerde dat het ontdekken van eigentijdse popmuziek in historisch erfgoed in het festival centraal staat. Deze prijs gaf Popmonument de mogelijkheid om het aspect storytelling in de festivalbeleving door te ontwikkelen. In korte tijd werd een uitgebreid traject gelopen van diverse brainstorm sessies met lokale creatieven, erfgoedpartners en stakeholders. Samen ontwikkelen zij project GIF. Mijn naam is Sietske Ridders en ik ben betrokken bij Popmonument met de artistieke leiding voor het GIF-project. We hebben dit jaar vanuit Popmonument de wens gehad om het verhaal van de monumenten beter aan de bezoekers te vertellen. We hebben 5 ontwerpers uit Bergen-op-Zoom gevraagd om door middel van een GIF hun verhaal te vertellen over het monument. Ze hebben zich laten inspireren door allerlei iconen en symbolen uit die monumenten. Ze zijn gekoppeld aan gidsen die ook weer heel veel wisten te vertellen over die monumenten. En aan de hand daarvan hebben ze een animatie gemaakt. En al die animaties die worden vertoond tijdens het festival op die ene avond op hele grote schermen in de monumenten. En we hopen dat bezoekers op die manier met het verhaal van het monument en de muzikale act naar huis gaan met nog een beter gevoel over het festival. Ik ben Nick Franke, fotograaf en art director. Ik ben gevraagd om mee te doen aan een popmonument. Ik heb een rondleiding gehad door de Sint-Gertrudis. En daar ben ik heel erg geïnspireerd geraakt door de symbolen die te vinden waren in de oude grafzerken. En de verhaal die erbij hoorden. En die heb ik omgezet naar een hedendaags verhaal in een hedendaagse vorm. Ik ben Jan-Willem van der Boom, ik ben een illustrator uit Bergen-op-Zoom. Ik ben gevraagd om een animatie te maken, een zogenaamde GIF, voor het popmonument. In een gevangenpoort heb ik een heel tof masker, een schandmasker. Dat heb ik eigenlijk als symbool uitgekozen om daar een animatie over te maken. Het schandmasker is namelijk super tof, het heeft ezelsoren, varkensneus. Mensen moesten het dragen als ze zich hadden misdragen op de grote markt bijvoorbeeld. Dus het is echt een masker wat tot de verbeelding spreekt. Dus daar heb ik eigenlijk geprobeerd Een mooi beeld bij te verzinnen in de vorm van een GIF. Ik ben Louis Hector, freelance animator. Ik ben gevraagd door Popmonument om een GIF-art te maken voor het Markiezenhof. Ik ben daar rondgeleid door Jolande Kortlever. Zij heeft me verteld over de Jan van Gliemens familie. Dit is dus mijn inspiratiebron geweest van mijn animatie. Heel de opbouw van Adel samen met de afbreuk door geen nazaat heb ik dus als inspiratie gebruikt van mijn animatie. Louis heeft zich laten inspireren door de opkomst en ondergang van de familie van Gliemens. En die familie van Gliemens heeft 1,5 eeuw over Bergen-op-Zoom geregeerd en is ook verantwoordelijk voor dit mooie stadspaleis. Ze wilden hem waarschijnlijk bevorderen tot markies, maar hij ging net te vroeg dood. Weliswaar 80 jaar, maar toch. En zijn zoon Anton werd markies van Bergen-op-Zoom. Dat is een behoorlijk hoge adellijke titel. Hoger dan een graaf. Ik ben Leon de Nooijer, 38 jaar jong. Ik noem mezelf graag grafisch ontwerper, of beter gezegd fotografisch ontwerper. Ik mocht voor gebouw T mocht ik een GIF ontwikkelen. Wat mij vooral inspireerde aan dit gebouw was dat het een gebouw in een gebouw is. Enfin, dat zul je ook wel terugzien in de animatie. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik hoop jullie ook. Ik ben Joep Dingemans, ik ben gids bij Stichting Bezichtiging Monumenten en wij bestaan al uit vrijwilligers, 90 vrijwilligers. Ik mag vanavond in gebouw T het verhaal van Leon de Nooijer vertellen, in ieder geval de gif die hij daarbij gemaakt heeft. En ja,
Dat is het verhaal ook natuurlijk van gebouw T, van de manege die gebouw T was. En ik hoop dat het vanavond lekker druk wordt. Ik ben Petra Kwaadgas, ik ben illustrator en ik heb voor Popmonument een moving gif gemaakt van Theater de Maagd, waarin ik het verhaal moest vertellen. Ik ben hiervoor rondgeleid door Gusta van SPM en heb een hele mooie rondleiding gekregen binnen en ook helemaal op zolder. En dat heeft mij geïnspireerd. Van binnen heb ik de glas in loodramen gezien en eigenlijk ook ontdekt dat er in de Maagd heel veel met licht te maken heeft. Dus als oude functie, als de kerk, was licht heel erg belangrijk. Maar ook in de nieuwe en de huidige functie als theater is licht heel erg belangrijk. Dus dat zie je in mijn moving gif, zie je dat heel duidelijk terug. Met natuurlijk in het midden de heilige Maagd Maria.